Hallo lieve vrienden en biergenoten, welkom terug. Het is zondagmiddag en het lijkt een beetje herfst eigenlijk buiten. Een bierke komt net uit de brouwerij, ik heb mijn vest even aangedaan, want ik ben een beetje smoesig. Vorige week hebben jullie kunnen zien mijn twee zoons, Dylan en Niels. De week daarvoor was mijn dochter Svea. Nou, meer kinderen heb ik niet. De kinderen hebben nog geen ambitie om in de bierwereld te gaan. Wel het drinken ervan, maar het produceren en het verkopen nog niet. Dus, maar wat gaan we doen? We gaan een biertje drinken. En wat gaan we drinken? Seven Islands. De Zombie Beast IPA. 8%, 440 milliliter. Ik ben erg benieuwd. Seven Islands is Corfu, Griekenland. Ja. Dit bier wordt gebrouwen bij vrouw Gruber, Duitsland. Nou, we gaan hem over mijn rug. Draaien, zegt de bureauvrouw. Even inschenken. Oh, er zit een beetje groene waas overheen als je hem uitschenkt. Misschien van een hop. Nou, een klein beetje draaien. Een leuke kauwgombal in. Nou, wat voor kleur hebben we? Ja, hij is troebel. Donker, strogelig de kleur. Nou, net niet één vinger schuin. We gaan even ruiken. Oh, wauw, ja. Al heerlijke hoppen komen tegemoet. Een beetje citrus. Ja, echt wel citrus. Een beetje mango, passievrucht, maar ook de citrus. We moeten het maar even induiken. Nou, een slokje doen. Even zien. Nou, ik moet zeggen, dit is een verdomd lekker biertje. Seven Islands. Zombie Beast. 8%. 440 milliliter. Seven Islands. Potverdorie. Heel fijn biertje. Voordat ik het vergeet, voor Untappd. Ik denk een dikke 4,5. Iedereen weer bedankt voor het kijken en tjoeg.